Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom bij de Tunnelzotters. De abdicatie van de huidige prins. En nu eventueel naar de prinses misschien. Of prins, of een x'je. Maar in ieder geval, we zijn bij de korfbalvereniging Oranje Zwart. En we gaan de abdicatie meemaken. We gaan het zien. En we zijn heel erg benieuwd wie wat het gaat worden. En we gaan binnen even kijken hoe dat eruit gaat zien. Misschien is het feest al op volle gang. En dan pakken we er even wat gezelligheid mee. Kom maar op. Dank u. Nou, voor mij moeten we hier zijn. Oh nee. Nee, toch niet. Nou, we gaan eens even naar binnen. We zijn hier binnen en we kunnen eerst de muntjes gaan halen. Dus we gaan hier het portemonnee trekken en dan halen we even de munten. Goedemiddag allemaal. Even de aandacht van iedereen alsjeblieft. Afgelopen donderdagmiddag bereikte ons het trieste nieuws dat vorst Utenoot, oftewel Dirk de Lange, is overleden. Een grote schok en uiteraard willen we daar heel even bij stilstaan. Dus ik wil iedereen vragen om de steek af te nemen en een minuut stilte in acht te nemen. Dirk kende, had graag gewild dat we doorgingen met carnaval vieren. Dus dat gaan we uiteraard ook doen. Prins Barry. Ja, moet je altijd even denken, hoe heet zo vet alweer, hè? Maar dat is het ezelsbruggetje wat op een steek staat. Bij vrouwen is dat vaak wat lastiger. Heb ik prins... Oké. Okay. Maar goed, wilt u nog wat zeggen? Ja, natuurlijk. Goedemiddag allemaal. Ik vind het weer gezellig dat jullie met z'n allen in grote getallen zijn aangekomen om dit gezellige afscheid mee te maken. Allereerst wil ik alle hoogheden en verenigingen bedanken voor dit fantastische jaar dat we hebben gehad. We hebben verschrikkelijk gelachen, gelukkig niks gedronken. Dus dat gaan we dit jaar maar een beetje inhalen. De eetmeester komt mee. Kom niet zelf niet. Maar volgens oud schools gebruik pakken wij natuurlijk niet gewoon zoiets aan van een kampenaar. Nou zijn wij bereid toe om daarvoor te betalen. Dus dat doen we natuurlijk in centen. Wij gaan lekker een stukje eten en dan mag jij eens even natellen. Laten we starten. De deuren, de deuren, de deuren. Wie zit er voor de deuren? Een jacht, dag die ons af. Goed zo, deze kilometervreter houdt van een feestje en zingt zelf graag het hoogste lied. Ook al komt deze persoon niet uit Sassendonk, het werd hem, haar, al snel geleerd hoe je carnaval vieren moet. Zou dit de nieuwe hoogheid zijn of toch een adjudant? We gaan het zien, want hier is adjudant Helma! Ja, 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 daar is ze! Geef er een groot applaus, Helma, welkom! Oké,
Oké, de volgende keer gaan we eens tamperen. Gaan we. Je moet naaldhakken dan. Goed. Tam, ja, naaldhak. Ja. Er heeft er niks van over van deze mooie vloer. Oké, deze motormuis komt niet uit Sassendonk, maar viert al jaren trouw carnaval. Hij of zij maakt rond deze tijd vele kilometers achter de machine en dat vergt toch echt de nodige discipline. Na vele meters stof kan ook voor hem of haar het carnavalseizoen los. Is dit dan onze hoogheid of toch nog een tweede adjudant? We gaan het zien. Want hier is adjudant Alice. Yeah. Applausje! Ja. Wat is het leuk om te doen, jongens. Goed. We gaan voor de derde keer. Bezig, jongens. Hoppa, kan je zo meenemen naar het NPF de volgende keer. Gezellig. Daar gaan we weer. Deze duizendpoot komt ook niet uit Sassendonk. Maar het zijn wel zijn of haar grijze haren waar hij of zij mee pronkt. Kuilen graven voor een ander of de trekkerkracht van de beste vaar. Deze grote knuffelbeer is ook elke week met de wagen in de weer. Het was voor hem of haar een grote eer toen hem haar gevraagd werd. Want hier is voor jullie Prins Bert. Geef me gewoon een applaus. Ja, ja, daar is hij wel. Even jongens, iets harder applaus. Kom op. Hij is er. Prins Bert. Welkom in ons midden. En mooi om jou een keer zo te zien. Helemaal leuk. Anders als bierglazen. Ja. Bert, welkom. Tot slot. De grande finale. Ruwe bolster blanke pit, dit jaar is het bij de tonnenzotters goud wat er glimt. Hij of zij is gek op vakantie. Maar wild kamperen in je uppie, daar doen we niet aan. Van noord tot oost, van zuid tot west, een polonaise loop je op je Adidas het best. Wij stellen jullie graag voor aan de prinses van carnavalsvereniging de Tonnenzotters. Dames en heren, hier is ze, prinses Ilona! Ja! Hier wat zeggen. Want, wij vorsten hebben een jaar lang af moeten zien met zo'n klote ding. Het is ook aan jullie om een jaar lang te lopen met zo'n klote ding. En dat moet natuurlijk goed zwaar zijn. Ja, Bert gewoon de zwaarste. Ilona wordt een beetje gespaard. Zo, beste kijkers, dit was het dan weer voor vanmiddag. Nou, de nieuwe hoogheden zijn bekend. Prinses Ilona, prins Bert en adjudanten Helma en Alice. We gaan zien hoe ze het gaan doen het komende carnavalsseizoen. Het was een leuke middag en we gaan afsluiten.
Bedankt voor je kijken en nou ja, hopelijk zien we elkaar weer gauw. Fijne middag en tot de volgende keer. Ciao!